Een tiental opgeluchte pleinorganisatoren en een nieuwbakken feestenburgemeester spraken vanmiddag af in Café den Turk om te laten weten, de Gentse feesten dit jaar, die gaan door. Er is enorm veel energie en enthousiasme om volle bak te gaan voor een nieuwe editie, deze Gentse feesten 2022. Dus alle Gentenaars, schrijft in uw agenda, 14 juli tot 24 juli zullen 10 topdagen worden waar we samen volle bak voor gaan. Natuurlijk, het is hout vasthouden voor corona, maar vandaag gaan we er volle bak voor. Ik denk dat Gent de eerste stad is die een massa-evenement dat gratis is, met zoveel trots en zelfvertrouwen zegt van we gaan ervoor, ik ga doorgaan deze zomer. En ik denk dat dat signaal alleen al veel deugd doet. 10 dagen dus en geen 11, zoals nachtburgemeester Edmond Kokuit 2 weken geleden nog gevraagd had. Maar eigenlijk, als je goed luistert naar al diegenen die mede-Gentse feesten mogelijk maken, gaande van bewoners, gaande van veiligheidsdiensten, van ondersteunende diensten, maar ook de organisatoren zelf die er op vandaag zijn, dan voelde wel van, ja, het is misschien toch de nacht te veel, waardoor dat we meer moeten spreiden en misschien de focus op wat dat eigenlijk echt nodig is, met name een volwaardige, goede, geslaagde, bruisende Gentse feesten van 10 dagen, ja, dat kan dan misschien eronder graven worden. En dat willen we dan ook niet. We willen echt gaan voor een goede editie, want de Gentenaars hebben het verdiend na 2 jaar geen Gentse feesten door corona. Toch opmerkelijk, de nachtburgemeester is helemaal niet teleurgesteld dat de 11e dag er niet komt, want feesten doet hij toch. Nee. De bedoeling, de betrachting was van de Vlasmarkt en van Trefpunt om de Gentse feest te laten doorgaan. Vandaar dat we eerst lawaai hebben gemaakt. Dit is goed. De 11e dag is voor mij persoonlijk geen probleem, want wij feesten sowieso het zware nachtleven. Feest sowieso door de 11e dag. Voor mij persoonlijk geen probleem, maar ik dacht aan de andere Gentenaars. De gewone Gentenaars. Niet van het zware nachtleven. We dachten aan Ulder en we zeiden, het zou wijs zijn, moest Ulder ook die 11e dag kunnen meefeesten. En nu starten de voorbereidingen. Of het is te zeggen, nu kunnen de pleinorganisatoren verder met de voorbereidingen. Want voor Gent Jazz bijvoorbeeld zijn ze al best lang bezig. Dat is een nieuwe traditie sinds corona. Je bereidt alles voor dat het nu doorgaat of niet. Want anders zijn ze niet klaar als het wel doorgaat. Dus ja. Ja, we zijn inderdaad al een aantal maanden hard bezig aan de voorbereidingen. En wij hopen op zeer veel volk. Dat is wat we verwachten. De organisatoren, de Gentenaars. Iedereen is welkom, uiteraard.